En het heeft zich eigenlijk ontwikkeld. En in de coronatijd zijn we begonnen, dankzij Hamid, die daar zit in de hoek met zijn koptelefoon op, om dat eigenlijk bijna als een soort televisieprogramma uit te zenden live. En daar komt bij dat het ook later gewoon terug is te zien, die programma's. Dus dat is eigenlijk wat nu gaat gebeuren. Vanaf nu zijn we online. Toch, Hamid? Ja? Ik ga jou de microfoon geven, Roos. En dan... Zal ik hem hier laten? Ik wil eigenlijk gewoon gelijk vragen of iedereen erbij komt zitten die hier gaat praten over zijn residentiepraktijk. Yes. We gaan een gesprek voeren over hoe het is om hier te resideren, wat dat je brengt als schrijver wat je schrijft als je hier resideert, dat wisselt natuurlijk nogal per persoon. Kom vooral even dichterbij. We hebben twee microfoons. Dat is misschien een beetje onhandig tijdens zo'n gesprek, maar die geven we dan af en toe even over. Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste. Ik ben dus Roos van Rijswijk. Ik was hier in 2017. Naast mij zit Ninja Weijers. Die was hier in 2014, denk ik. Ja, schrijver van onder meer Zelf doen, de meest recente essaybundel en De consequenties en Kamers, Antikamers, dat hier ligt. Daarna zit Brechtje Hofstede. Wanneer was jij hier test? 18. Was hier in 2018, schreef De Erker als writer in residence. Maar ook de roman al eerder De hemel boven Parijs. De roman Drift, een boek over al dan niet de slaap vatten. En een boek over een wandeling, Bergje. Een bergje. Daarnaast zit Gerda Blees. Jij was hier vrij onlangs in 2020 of 21? 20, ja. Lekker tijdens de pandemie. Er wordt een boom omgezaagd hiernaast, als je je afvraagt wat dit live entertainment is. Dat is om ons een beetje scherp te houden. Gerda Blees schreef verhalenbundels. Aan doodgaan dachten we niet. En nog een verhalenbundel, toch? En een dichtbundel. En er komt ook bijna een dichtbundel. Ik heb een blackout. Help me even. Hoe heet je dichtbundel die komt? Mijn dichtbundel die komt heet Week. Ja, oh ja, en daar schrijf je aan je dan nog... Aan mijn dan nog ongeboren kind. Ongeboren zoontje, ja. En dat heeft een hele leuke, bijzondere parallel met het boekje dat je hier hebt geschreven. Namelijk Gesprekken met een geest. Zeg ik dat goed? Ja. Ik ben weer door mijn blackout heen. Onderhandelingen met een geest, lieve hemel. Het is, vrijdagmiddag. Het is vrijdagmiddag. Nina Polak zit daar ook. Je laatste roman, Gebrek is een groot woord. Ik word ontzettend afgeleid door de kettingzaag hiernaast, sorry. We zullen niet de pletter slaan, eerste roman. En hier schreef je ook een boekje. Help me maar even. Klopt, dat boekje, hoe heette dat boekje ook weer? Die kettingzaag. Het boekje is geresulteerd in mijn nieuwe roman, die nu af is. Die is nu in drukproef. Leuk. En die roman heet Buitenleven, maar het boek... De tuin, het beest, de geest. Ja. Die titel heb ik veranderd. Oké. Okay. Ja. Vond het wel een hele mooie titel. Ja, maar voor een roman... Lekker, een ja. Een beetje pretentieus, maar... Oh nee, ik vond het heel leuk. Hier kon dat wel. Hier kon je... Nou, we zitten hier, we hebben net gehoord, behalve de boom die omgezaagd is, dat we voor allemaal studenten van schrijfopleidingen zitten. Heeft een van jullie eigenlijk een schrijfopleiding gedaan? Vroeg ik me ineens af. Nee, unaniem nee. Ik heb wel cursussen gedaan bij de schrijfsvakschool. Gerda heeft cursussen gedaan bij de schrijfsvakschool. Ik heb geen schrijfopleiding gedaan in Nederland, maar ik heb in Amerika gestudeerd, in New York. En daar heb ik een vak creative writing gevolgd. Oh ja, dat kan daar gewoon... Een hele kleine, hele linkse, feministische dichter. Die echt fantastisch was. Maar dat was kort. Dus dat was eigenlijk alleen een cursus. En dat was in het Engels. Dus een blok, ja. Een blok, ja. Ja, ik heb ook geen schrijfopleiding gedaan. Ik geef wel les aan de schrijversvakschool trouwens. Dat is heel grappig om hier studenten rond te zien lopen. Als we de microfoon even helemaal hier... Oh, wacht, ik geef mijn microfoon gewoon aan jou nadat ik mijn vraag heb gesteld. Dat is misschien makkelijker. Want jij was hier als allereerst, althans als eerste proza-schrijver, in 2014. Kun jij vertellen, weet je er nog iets van? Het is zo lang geleden. Hoe was het voor je om hier te zijn?
Ja, ik liep net weer de academie binnen en ik was er wel al die tijd niet binnen geweest. Dus het kwam wel allemaal weer ineens alsof dat heel die tijd over de andere tijd heen klapte en ik weer hier helemaal woonde. Maar dat was fantastisch. En ik heb het volgens mij hebben mensen het nog altijd aan mij te danken dat ik destijds wel heb gezegd, je moet er 3 maanden van maken. Want ik zat er maar 2 maanden en ik vond het net te kort. Ik had er net, ik weet ook niet of het nu voor jullie weer te lang was, maar volgens mij komt dat dus door mij. Ja, ik vond het een groot voren. Ik was helemaal beduusd dat ik dan hier mocht komen zitten. En ik was net gedebuteerd. Ik zat in zekere zin een beetje in een rare periode hier. Want ik kreeg net een soort van... Mijn boek kreeg net eigenlijk veel aandacht. En ik dacht, ja, dat... Dus ik was ook heel veel in de trein op en neer. Dus dat herinner ik me ook heel erg. Dus het was voor mij niet een periode van heel erg teruggetrokken en geconcentreerd schrijven, wat natuurlijk eigenlijk ideaal is. En in mijn, inderdaad, ik was de allereerste en toen waren er ook niet die prachtige boekjes. Daar ben ik dus nog altijd heel jaloers op al die andere schrijvers die dat hebben mogen maken. Maar ik vond het fantastisch om hier te zitten met al die kunst. Ik vond het ook heel leuk om al die mensen hier te ontmoeten en... er was wel echt een soort uitwisseling ook. En het is leuk, want als schrijver is het ook heel vaak zo, dan weet ik niet hoe dat voor jullie is, maar dat, weet je, je zit ergens en je weet eigenlijk, je kunt zo'n ervaring heel vaak niet direct vertalen in iets anders of zo. Het is heel moeilijk om een heel erg eerste indruk daar iets mee te doen. Maar het is uiteindelijk, heb ik het totaal getransformeerd en vervormd, maar het is wel degelijk in mijn roman Kamers Antikamers terechtgekomen. Dus dat is het leuker. Je hebt er altijd wel wat aan, ook al is het misschien indirect. Ja. Ja, want ik denk dat het per persoon wisselt, hè, waar je aan werkt. Als je hier in zo'n residentie zit, de een is al met iets bezig, de ander begint met iets heel nieuws. Was jij hier, je bent gevraagd, denk ik? Ja. Je bent gevraagd en wist je toen gelijk, ik ga aan mijn volgende roman werken? Of liet je het nog even open? Hoe is dat gegaan? Ja, ik had die illusie dus volkomen, maar ik was net gedebuteerd. En ik kreeg zoveel over me heen. Dat was ik, weet je, dat was alles was nieuw en alles was voor het eerst. Dus in die zin zou ik gewoon graag nog een keer terug willen komen om het nog een keer over te doen of zo. Het was niet, ik dacht inderdaad van ik ga dan aan een nieuwe roman beginnen. Maar dan zit je nog zo in die wolk van, ja, dat weten jullie ook al. Als je net een boek uit hebt, dan ben je nog, is je halve ziel nog, hangt nog ergens in de lucht. En je moet dat allemaal weer een beetje terug zien te pakken. Dus in dat opzicht, ik ben niet, nee, maar het is later, en dat vind ik ook wel leuk aan schrijven, dat je alles een soort traag ook wel een plek mag vinden. En dan kun je er ook echt iets anders van maken. Dus dat is me wel gelukt, volgens mij, uiteindelijk. Ja. Het is een beetje, het overpakken is heel onhandig. Ik wil je dus nu vragen, maar het moet ook in de microfoon, omdat het opgenomen wordt. Dus als je niet, of je... iets wil voorlezen inderdaad, als je zegt, hè, dan, dat is hierin terechtgekomen. Dan vind je het fijn als ik de microfoon bij je houd? Dit gaat goed? Oké. Oké, Ninja Weijers uit Kamers Antikamers. Ja, ik zal gewoon een kort stukje. Het is een hoofdstuk over een schrijfster die net een eerste roman heeft gepubliceerd. Wanneer ze wordt uitgenodigd om in de zomermaanden te komen schrijven op een eco-eiland, in het gezelschap van een aantal beeldend kunstenaars en wetenschappers, is het haar geliefde die zegt, je gaat, natuurlijk ga je. Hij laat haar altijd gaan en daarom houdt ze van hem en daarom gaat ze. Daar, op het eiland, een stukje land van 10 vierkante kilometer in de Oostzee, ontmoet ze een Nederlandse kunstenaar die de hele dag bezig is met het verzamelen van zaden. Met een pincet pikt hij tot diep in de nacht zaadjes uit aardbeien, tomaten, radijzen, paardenbloemen. Zout hem gezelschap in een schommelstoel op de veranda, drinkt van zijn fles Jim Beam. Slapen is onmogelijk, de dagen duren eeuwig. Het eiland imponeert haar op een manier waar ze zo weinig van begrijpt dat ze iedere poging het te beschrijven bij voorbaat opgeeft. Ze is geïnteresseerd in de volharding van de kunstenaar, zijn extreme focus op die zaden. Ze weet niks van zaden, bomen, soorten. Als een monnik buigt hij zich over een kommetje eerder die dag geraapte bessen, waarvan hij er telkens één onder een vergrootglas legt. Zijn lichaam is bonkig, zijn handen groot en week, huid opgevuld met gemalen vlees, vingers als dikke bleke worsten die op het punt staan uit hun vel te barsten.
Ze kan niet stoppen met kijken naar die vingers. Het pincet dat ze vasthouden, het precisiewerk waar ze toch op de een of andere manier toe in staat zijn. Wanneer hij niet bezig is met zijn zaden, vindt ze hem onuitstaanbaar. Hij praat te veel, komt te dichtbij, dringt zijn meningen op aan haar en de rest van de groep, maar vooral aan haar. Hij heeft, zo blijkt, haar boek gelezen. Hij heeft veel gevonden wat eraan mankeert. De volgende keer, zegt hij, kan je beter ergens anders over schrijven. Ja, en dan krijgt ze natuurlijk een affaire met die kunstenaar. En zo zie je dus hoe dingen totaal weer losgeslagen. Maar dat is wel hier, of tenminste het idee voor dat, is de Jan van Eyck een soort eiland geworden. Ja, zo gaat het dan. Grappig, ik heb het boek gelezen en de link helemaal niet gelegd, terwijl nu is het zo logisch. Ja, hebben jullie, ik vraag het gewoon aan jullie, als iemand iets heeft daarover antwoord, vooral iets, hoe beviel, of als hij er was, de kruisbestuiving tussen al die beeldende kunstenaars die hier bezig zijn en performance artists geloof ik ook, vormgevers en jullie schrijfpraktijk? Ik kan er wel iets over zeggen. Ja, ik was hier in 2019 en toen was... Dat is wel grappig om nu te horen. Toen was iedereen hier heel erg bezig met schimmels. Alle kunstenaars waren bezig met schimmels. En dat was ook logisch dat ze er allemaal mee bezig waren. Want schimmels, dat gaat over netwerken en hoe dingen allemaal met elkaar verbonden waren. Dus iedereen was een beetje half psychedelisch. Heel erg into dit soort organische toestanden. En dat is wel in mijn nieuwe boek terechtgekomen, moet ik zeggen. En er was ook, dat is een van de dingen die mij het meest bijstaat. Er is een hele mooie binnentuin. Ik weet niet of jullie die al gezien hebben. Is die er nog, de binnentuin? Wat staat er nu op de binnentuin? Maar zijn er groenten? Toen ook niet. Maar de groenten, er was wel iemand die prachtige theorieën had en heel mooi schreef en heel mooi nadacht. En dat deed iedereen op dat moment over planten, groenten, bomen. Het was allemaal heel erg aan de hand. En die tuin, daar zouden de meest cutting-edge dingen gaan gebeuren op het gebied van planten, groenten. Iedereen had daar een mooi idee over, we hadden ook allemaal leesclubs daarover. Maar de tuin, en die was heel mooi, die was heel gezellig, maar er groeide eigenlijk onkruid vooral. Dat herinner ik me heel goed. Maar het was wel echt een plek van potentieel. Dus er was echt wel, elke keer als je daar kwam, dacht je, hier is belofte. Gaan hier straks hele bijzondere planten groeien, waar die kunstenaars hele bijzondere dingen mee gaan doen. Ja, want in jouw uitgave, de tuin, de beest, het beest, de geest. Het is ook een tongbreker. Ja, ja het bek niet lekker. Dat gaat over Rivka en Esse. Die verhuizen naar Noord-Groningen, waar Rivka, die schrijft, besluit. Die probeert eigenlijk een soort natuurbeschrijver te gaan worden. Hè? Die wil over natuur gaan schrijven, over bomen. Alleen ze komt er ook achter dat ze dat eigenlijk een beetje saai vindt. Is dat iets, weerspiegelt dat jouw schrijverspraktijk? Dat je hier gegrepen werd door die tuin? Wel een beetje, denk ik, dat ik heel erg gegrepen werd door het idee van een tuin. En dat hadden wel meer mensen hier, geloof ik. Maar dat was ook wel iets heel concreets. En wat dat betreft is het grappig dat we die ketting zagen horen. Want de schrijversstudio kijkt uit op een van die oude bomen. En dat is een plataan, denk ik. Ja, dat zijn platanen, hè, die hier omheen staan. Er stond een hele mooie voor die studio. En daar zat ik dus de hele dag naar te kijken. En die is in dat verhaal terechtgekomen als de eerste zin. De eerste zin van dat verhaal is: in de nieuwe tuin stond een plataan. En zo is er iets heel concreets met die boom gebeurt. Ik hoop niet dat die boom omgezaagd wordt trouwens. Dat is wel echt die mama. Wil je een stukje voorlezen? Ja, ik heb dus niet het boekje. Oh, ik wel. Wil je dat? Nee, want dit is beter. Oké, dit is wat er uiteindelijk in een roman terecht precies, komt dan. Kijk aan. Dit is pagina 14 tot en met 15, misschien 16, maar dat ga ik niet voorlezen, van de drukproef van dus mijn nieuwe roman. Oh, dus hij komt heel bijna. Hij komt echt, hij komt 12 mei uit. Ah. Hij gaat deze week, of volgende week, naar de drukker. Dit gaat dus over twee vrouwen die verhuizen naar een fictief noorden.
Ik dacht, het is verstandiger om er niet Noord-Groningen van te maken, want dat is gewoon niet handig. Er moet de hele aardbevingsproblematiek er ook in, ja. Ja, maar daar gingen ze dus. De verhuizing verliep harmonieus, met afscheid van hun appartement onsentimenteel. De verhuizers waren vertrokken. Ze wonen nu hier, hoog in het noorden, waar je op goede dagen de zee rook. Het huis was niet groot, maar de diepe tuin was een sappig stuk toekomst. Vrede hadden ze meteen in die tuin gezien. Mogelijkheden. Hun gehaaste harten begonnen er kalm en krachtig van te kloppen. Behalve die plataan, zag Rivka nu vanuit een keuken vol dozen, stonden in de tuin een slanke larix, een berk en 3 knotwilgjes bij de sloot. Dat waren inkoppertjes, maar Rivka kon inmiddels zo'n 50 boomsoorten van elkaar onderscheiden. Dat deed de wereld uitdijen, dat iets wat vroeger 1 naam had, boom, zich ineens in talloze, welluidende categorieën vertakte. Populieren, cipressen, cornoeiers. Wat had ze al die tijd zonder die woorden gedaan? Bomen, die konden de laatste tijd op een hernieuwde, wat wanhopige waardering van mensen rekenen. En ze was zelf niet ongevoelig voor dat sentiment. Iedereen sprak over een boek van een boswachter die betoogde dat bomen met elkaar communiceerden. Met hun wortelstelsels zorgden ze voor hun nageslacht en voor oude, zieke buren. De wetenschapper achter kon Rivka nauwelijks beoordelen, maar ze zag de charme van dat gegeven. Diezelfde boswachter, die kwam na het succes van het bomenboek met een nog markanter verhaal over het geheime netwerk van de natuur, waarin planten en dieren met elkaar samenwerkten om alles draaiende te houden. De natuur, dat projecteerde het publiek erop los, die had al millennia haar eigen internet. Een wijsheid dieper dan de onze. Die eerste dag in onderweer was winderig en fris. De lente nog in aantocht. Esse zat in haar trainingsjack op het terras en starend naar de coulissen voor zich. Het pad tussen verwaarloosde bloemperken. Het gras dat aan maaien toe was. De plataan met zijn naaktkattenhuid. De kleine kas, de schuur. De halfhoge heg en daarachter het land. Eindeloos. De plataan met een naaktkattenhuid heeft het gered naar je roman. Dat is fijn. 3 maanden op. Ook dat is schrijven, ja. Nu weet ik, toen ik hier aankwam als writer in residence, wist ik eigenlijk helemaal niets, beschamend weinig in ieder geval, van beeldende kunst. En ik weet dat ik hier in gesprek raakte met kunstenaars en die hadden het de hele tijd maar over een white cube bijvoorbeeld. En ik vroeg op een gegeven moment aan een van de jongens, maar wat is nou een white cube? Waar hebben jullie het toch over? Dat is dus de witte ruimte waarin kunst tentoongesteld wordt. Afijn, deze anekdote, omdat ik nu naar Gerda kijk, die volgens mij een stuk meer weet van beeldende kunst. Want jij doet ook de opleiding Dogtime bij de Rietveld, aan de Rietveld Academie. Ja. Ja. Deed je dat ook al toen je hier kwam? Ja, dus al mijn studiegenoten waren heel jaloers natuurlijk op mij dat ik ineens van mijn bachelor kunststudie naar de Jan van Eyck mocht. Ja, ja, want Dogtime is eigenlijk de Rietveld, gewoon de opleiding, hè? Ja, een deeltijdopleiding dan. Een deeltijdopleiding, ja. En ging jij hier dan heen met een vooropgezet plan? Zo van, ik heb die opleiding, ik heb dit nu in mijn bagage. Nu ga ik mijn schrijverspraktijk mengen met de praktijk van andere kunstenaars. Hoe is dat gegaan? Want je hebt wel samengewerkt met iemand hier, zeker, bijvoorbeeld. Ja, zeker. En ik had ook wel echt een plan. Het was niet per se met het idee van, ik doe ook Rietveld. Dus, maar ik had een idee voor een roman waarin een machine voorkomt die de laatste gedachten van stervenden kan opnemen en die je dan later kunt terughoren. En ik was hier wel gekomen met het idee om die machine ook echt te ontwikkelen. Niet alleen als verhaal, maar ook als een fysiek iets. Dus daarmee was ik wel echt hier gekomen om die machine te maken. Met dat idee. Dat gebeurde niet. Maar wat wel gebeurde was dat ik toen ik hier mijn presentatie hield. En ik vertelde over mijn idee. Toen zat er, dat was dus ook in deze zaal, toen zat er daar een meisje en die begon heel hard te huilen. En ik dacht echt van, ik zat eigenlijk heel vrolijk te vertellen over de dood, vind ik zo'n leuk onderwerp. En, zo leuk, zo interessant. En,
Ik voelde me heel schuldig naar dat meisje dat zo begon te huilen. Maar die kwam later naar me toe en zei, ja, ik was heel erg geraakt door je verhaal. En het was een Koreaanse kunstenaar. En zij moest heel erg aan haar oma denken, die in de coronatijd was overleden. Zonder dat ze contact mocht hebben met naasten, zeg maar. Dus met haar heb ik toen samengewerkt. En hebben we geprobeerd om... Ja, uiteindelijk is het niet dus een machine geworden, maar wel om iets te doen met dat idee van contact leggen met overledenen. Ja. En jullie hebben toen een... Ik hoorde jou net tijdens de lunch iets zeggen als een kartonnen huis. Ja, we hebben een installatie gemaakt. Dus in een studio hebben we eigenlijk een soort kapelletje, zou je kunnen zeggen. Of een ruimte gemaakt van karton. En daarin kon je zitten en dat was dus, daarin vertelde ik het idee voor het verhaal wat ik had, vertelde ik op een cassette recorder, mensen konden daarin komen en die konden dan ook een boodschap zelf inspreken aan iemand die overleden was. Ja. En mensen kwamen om de beurt binnen, want het was coronatijd, maar dat werd echt een heel mooi iets, want mensen konden dan... Dus ze hoorden eerst mijn boodschap, want ik heb hier dus ook een boekje geschreven. Dat is een brief geworden aan mijn overleden zus. Dus daar hoorden ze eerst een fragment van. En daarna had die Koreaanse kunstenaar een boodschap aan haar oma ingesproken in het Koreaans. En daarna was de uitnodiging, de volgende die komt mag daar weer iets achteraan plakken. En dat werd dus een hele opname van mensen die allemaal iets aan een overledene vertelden. In allerlei verschillende talen. Wat bijzonder. Ja. Wil je een stukje voorlezen uit jouw boekje? Ja. Ik zeg boekje, het is de grootste die is uitgegeven. Ja, want wat ik hier ook heb gedaan, wat eigenlijk het meeste heeft gedaan, is dat ik toen ik hier kwam... Je kreeg hier ook een budget, dus ik heb daar een typemachine van gekocht. En ik heb dit boekje op de typemachine geschreven. En toen kwam er ook iemand van de grafische werkplaats naar me toe. Die zei van, ja, je kan hier ook stencilen. Ken je dat? Dus toen heb ik het helemaal op stencils uitgetypt en gestenceld. Het is dus een soort dagboekbrief naar mijn overleden zus. En ik lees een stukje voor van 17 oktober 2020. Lieve, lieve zus, er moet misschien maar eens een eind komen aan dit geschrijf. Niet omdat ik over je ben uitgepraat, maar omdat ik ergens aangekomen ben. Maar voordat ik voorlopig afscheid van je neem, ga ik je nog over The White Book schrijven. Een mooi klein boekje van Han Kang, dat ik vandaag te leen kreeg van een Koreaanse kunstenaar, nadat ik haar verteld had dat ik bezig ben je te schrijven. Zij, de kunstenaar, is gewend aan geesten in haar leven. Ze kent een paar mensen die met ze kunnen praten, waaronder haar oma, die sjamaan was. Samen met de kunstenaar ben ik een kapel van karton aan het maken, waar mensen met de doden kunnen praten. Hoe weten we nog niet precies, maar dat bedenken we nog wel. De kunstenaar vreest alleen dat we ook echt geesten zullen oproepen, geesten die we niet willen. Dat de doden niet aan hun kant van de lijn zullen blijven, om het met Ed Wood te zeggen. Zelf ben ik daar niet erg bang voor, maar ik heb dan ook geen ervaring met geesten. Niet op een directe, zintuigelijke manier. Dat wil zeggen, één keer dacht ik wel dat ik je voelde, toen ik over je schreef. Dat was op mijn 35e verjaardag, afgelopen april. Ergens bij mijn schouderbladen voelde ik je, daar waar bij jou je vleugels beginnen. Als je toch een engel geworden bent. Maar het kan natuurlijk verbeelding zijn geweest. Ik wil je iets vertellen over wat Renate Dorrestein schrijft op de laatste pagina van het boek over haar zusje. Dat ze misschien moet proberen haar zusje los te denken van zichzelf. Door onder ogen te zien dat ze allebei individuen zijn, of waren, zonder macht over elkaars lot. Zodat ik haar herinnering gewoon in vriendschap bij me kan houden. En zij niet langer een pijnlijk gat in mijn geschiedenis hoeft te zijn. Prachtig, dankjewel. Brechtje, laten we ook even naar jou gaan. Jij hebt hier geschreven De Erker. Ja. Over een reis die je
Die heb je echt gemaakt, toch? Naar die Japan? Heb ik echt gemaakt. Ja, reis naar Japan. Je weet het nooit als je iets leest of iets fictie of non-fictie is. Zeker bij jou niet. Was dat die reis die had je al gemaakt toen je hier kwam, neem ik aan? Dat weet ik niet. Oh, interessant. Volgens mij heb ik het. Ik heb dit boekje De Erker geschreven nadat ik weg was hier, volgens mij. Oh. Ja, als ik de chronologie van mijn eigen leven goed in mijn hoofd heb. Hier heb ik gewerkt aan andere dingen. Die gingen meer over lichamelijkheid en hoe de plek waar je bent of de dingen die je doet of de dingen die je om je heen hebt beïnvloeden wat je kan denken en wat niet. Maar dat zit ook wel weer heel erg in dit boekje. Dus het is wel. Ik wist dat ik het ging schrijven toen ik hier was. Volgens mij had ik de reis alleen nog niet gemaakt. Misschien had ik hem wel, maar dat weet ik niet meer. Sorry. Ja. Maar goed, je was wel hier duidelijk een onderzoek aan doen. Eigenlijk. Je was bezig met een bepaalde thematiek. Ja, en wat ik me vooral ook herinner, dat ze werden al even genoemd. Die woensdagavonden had je dan presentaties van de kunstenaars die hier in residentie zijn. En wat ik me daarvan herinner, heeft allemaal te maken met het lichaam en denkend lichaam. Terwijl het is niet zo dat al die kunstenaars daarmee bezig waren, maar ik was daar kennelijk zo op gefocust. Dat is wat ik heb onthouden. Ja, of misschien wel, hè, dat ze bij Nina allemaal met bomen bezig waren. Ik denk dat jij een bescheidener en correcter manier. Ja, er was bijvoorbeeld een Franse kunstenares, een jonge vrouw, die had een filmpje getoond van straaljagerpiloten die dan zo de stunts doen op 14 juillet, de feestdag. En dan zaten ze dat te oefenen met 5 mannen op een rij, zo in nette blauwe blouses. En ze zaten met die handen zo heel geconcentreerd, deden ze een soort van handpalet. En dat was hun. Mentaal waren ze een vliegtuig. En dit was hun manier van oefenen. Ik vond dat fantastisch. Dus dat soort dingen pikte ik dan op uit die presentaties. En nadat ik mijn eigen presentatie had gedaan, wat al wat verder in mijn residentie was toen, had ik ook dingen getriggerd bij mensen die hier waren. En dan krijg je hele leuke gesprekken. Ben jij bijvoorbeeld ook, toen ik hier zat, heb ik op een gegeven moment ook mensen, dus deelnemers, uitgenodigd in mijn studio om met ze te praten over waar ik over aan schrijf was. Heb jij ook zoiets gedaan? Of ben je bij mensen langs gegaan om Ik ben wel bij een paar mensen langs gegaan. En ook, er was bijvoorbeeld ook één kunstenaar, een jonge vrouw die met de voormalige mijnen bezig was, de kalkmijnen. Oh ja. En dan allemaal geheime plattegronden, want die waren dan militair gebied. En die heeft me op een fietstocht meegenomen om een aantal dingen aan te wijzen, wat super tof was. Dus meer bij anderen, want ik had die studio, ik had een hele kale studio. Ja, je krijgt dus een grote studio, grote werkruimte met ook nog een boven. Hè? Je hebt ook nog een soort vide. Ja. Ja, nee, ik had ook gewoon een bureau en er staan woordenboeken. Ja, een woordenboek, ja. En ik dacht, misschien moet ik ook iets gaan maken om erin te zetten of zo. Maar ik deed dat dan. Jij hebt dat dus wel gedaan. Hebben jullie nog iets in die enorme lege studio gezet? Ik wil eigenlijk gewoon heel even, want jij bent hier nu heel lief de interviewer, maar je bent hier zelf dus ook geweest. Ik ben wel, mag ik gewoon jou ook vragen? Ja. Iets vragen? Nee, want ik ben heel benieuwd, want je zei van dat jij allemaal mensen bij jou hebt uitgenodigd om te praten over waar jij mee bezig was. Maar waar was jij mee bezig? Ik was bezig met spookverhalen. Ja. Dus eigenlijk met hoe mensen, ik wilde een essay schrijven over hoe mensen spookverhalen vertellen hier. Dus mensen in Nederland volgen een bepaald stramien. Die moeten namelijk eerst zeggen, ik geloof er eigenlijk niet in en ik ben heel nuchter en bla bla. Maar ik heb me toch een keer iets gezien. Dus eigenlijk wilde ik daar heel erg meta, wilde ik daar een essay over schrijven. Maar om dat te doen dacht ik, ja, het is ook wel leuk om hier dan spookverhalen te gaan verzamelen van deze internationale groep mensen. Dus toen ben ik inderdaad op mijn praatje. Ik weet niet meer precies wat ik heb gedaan, maar wat ik in ieder geval heb gedaan is mensen uitgenodigd om mij hun waar gebeurde spookverhalen te vertellen. Dus niet derdehands, maar als je zelf een spook hebt gezien, dan wil ik dat graag van je weten. En ik heb ook nog een avond georganiseerd rond een kampvuur om maar gewoon die verhalen uit mensen te trekken. En mensen kwamen die verhalen ook echt vertellen, dat was heel bijzonder. En uiteindelijk heb ik dat omgewerkt in
verhalen vanuit de spoken. Dus ik, dat hele essay dat heb ik laten liggen toen om die spookverhalen op te schrijven. En inderdaad, toen ik er zat, waren mensen, net als wat Brechtje zegt, ook heel erg bezig met het lichaam in relatie tot de omgeving. En ik vond het heel interessant. Ik was daar eigenlijk helemaal niet zo mee bezig, maar ik vond het heel interessant dat een spook geen lichaam heeft. Dus allebei echt met geest, dat vind ik dan ook weer interessant. Jullie met geest en jij een geest en je type. Ja, en heeft dit serietje niet ook een naam met Schemerschijn? Ja, we hebben eigenlijk allemaal datzelfde thema gehad voor het schrijven van het boekje, toch, van Lex? Alle boeken hadden als thema schemerschijn. Ja, de reeks heet Schemerschijn. Schemerschijn. Ja, en wat dat precies was, dat mocht je zelf bedenken. Dat dan weer wel. Ja. Brechtje, wil jij alsnog even, want we dwalen af, maar ik vind het wel leuk om een stukje uit de erker te horen. Ja, zeker. Dit gaat dus over isolement, wat Maastricht is ook weer niet zo ver weg van de plek waar ik toen woonde, maar ik had heel erg liefdesverdriet. Dus vandaar dat deze de vibe een beetje grimmig is. Het begon ermee dat mijn tas niet aankwam. Ik keek naar de cirkelende bagage op de band en naar de stewardess met het naambordje die de andere kant op cirkelde. Ze hield een papier voor haar borst, onvermoeibaar glimlachend, en herhaalde een Japanse naam. Pas na 4 rondes, toen ik uit verveling las wat er op het bordje stond, herkende ik die naam als de mijne en stapte naar voren. "Your bag may not arrive," zei ze, of ik naar de balie wilde lopen. "May not or will not?" Ze aarzelde glimlachend. "Will not," zei ze toen. Ze zouden de tas nabezorgen op het adres van mijn Airbnb in Tokio. Maar toen ik daar aankwam en de sleutel uit de brievenbus gevist had, bleek de kamer al bewoond. Het licht was aan, een open tube tandpasta, een omgewoeld bed. Op de grond lag een ingezakte broek waar iemand zo was uitgestapt. Ik belde de verhuurder, kreeg een onverstaanbare, onverklaarbaar lange voicemail die ik insprak terwijl ik op weg naar buiten verdwaald raakte in het gebouw. Een lange zwarte man wees me lachend de nooduitgang en via een trappetje bereikte ik een andere straat dan die waardoor ik was gekomen. Zonder tas verliet ik Tokio en reisde naar het zuiden. Ik had nog bij me papieren, een toilettas en een t-shirt uit de wasmand van mijn geliefde. Het verbaasde me hoe gevoelig ik was voor het verlies van spullen waar ik thuis geen 10 minuten om getreurd zou hebben. In de gigantische Uniqlo waar ik nieuwe kleren uitzocht, werd ik de paskamer ingestuurd met een gaasje om over mijn hoofd te trekken voor de hygiëne. Door de transparante stof zag ik mezelf vaag in de spiegel. Een wit punthoofd op een onbekende trui. In geen van de kleren die ik aanprobeerde voelde ik me thuis. Met medelijden dacht ik aan een ontwortelde potplant die in vreemde voedingsarme aarde teruggestoken wordt. Mooi, dankjewel. Hebben jullie het idee dat, dit is een hele grote vraag waar je ook gewoon geen idee over kan hebben, maar ik ga hem toch stellen. Dat je schrijverschap beïnvloed is door je verblijf hier? Ja, ik wil er wel iets op zeggen. Ja, maar op een hele trage manier, zeg maar. Eigenlijk wat Nia net ook zei. Ja, bijvoorbeeld, ik was heel de tijd hier op de Pietersberg rondjes aan het lopen. En ik heb daar heel veel rondgehangen, hard gelopen, gewandeld, in bomen geklommen, gezeten. En heel veel later heb ik een essay geschreven over wandelen en hoe je wandelen denkt en schrijft en hoe dat anders is dan stilzittend schrijven. Maar ik had op dat moment helemaal niet je kunnen vertellen dat ik daarmee bezig was. Ik voelde me gewoon alsof ik een beetje de kantjes eraf liep. En ik denk dat een residentie juist ook de ruimte moet bieden voor vertwijfeling, verveling, kwijtraken, zoek zijn. En dat het pas echt een half jaar of een jaar of anderhalf jaar later of langer, dat ik zou kunnen zeggen, ja, dat is waar ik toen mee bezig was. En die ruimte was daarvoor heel nuttig. Denk je dat dat iets is, want jij zegt dat ik herken dat wel, niet één op één, maar
Ik heb het idee dat als je een kunstopleiding doet, maar misschien heb ik daar ook dan weer een heel geïdealiseerd beeld van, dat je dat op zo'n opleiding ook een beetje meekrijgt. Dat je meekrijgt van wat je doet, wie je bent, dat neem je onherroepelijk mee in die praktijk. Ik had het best willen weten voordat ik hier zat. Terwijl ik hier koortsachtig probeerde iets te produceren. Ik heb wel het idee dat de beeldend kunstenaars daar op dezelfde manier mee worstelen. Die allemaal ook zo'n opleiding gehad hebben. Ik denk dat het ook een beetje inherent is aan het zo van, ik heb die ruimte, ik heb die tijd, ja. Nu moet ik er iets mee. Ja, ik hoor nu ook een studiegenoot van mij, ik doe dus een deeltijdopleiding. Die heeft nu vrijgenomen om af te studeren, zeg maar, om alle tijd. En hij is helemaal in de war, zeg maar, want hij heeft ineens alle tijd, ja. Ja, als, ja. En nu moet hij ook, dan zit je daar om 9 uur, denk je, ja, ik moet wat doen. Dus ik denk dat dat wel een beetje erbij hoort of zo. En dat je dat ook die worsteling. Nou ja, het is wel fijn als je op een gegeven moment zelf kan ervaren. Dus wat jij ook dus al ervaren, of wat jij nu al gerealiseerd hebt. Van, oh, ik was toen aan het luieren, dacht ik. Maar ik heb daar uiteindelijk een essay uitgehaald. Maar ik kan me ook voorstellen dat je nu binnenkort weer zo'n periode hebt waarin je denkt, ik doe niks. En dat je later denkt van, oh, daar is toch weer wat uit voortgevloeid. Ja, dat is wel mijn hele leven, zeg maar. Als samen. Nee, maar ik denk dat dat wel het gespleten is van welke residentie dan ook. Omdat je natuurlijk, je bent op een geheel nieuwe plek. En je wil, en hier ook nog eens met allemaal mensen. Ik had dat ook heel, ik was voortdurend daar in dat guldal. En ja, prachtig, dat heb je niet in Amsterdam. En dus voortdurend soort, want schrijven is natuurlijk gewoon een heel suf beroep. Uiteindelijk, je moet achter die tafel zitten en je moet dan, terwijl, ja, je bent hier. En dan denk je dus ook niet de hele tijd, ik ga alleen maar achter een, dat zou ook een verkwisting zijn van een residentie, want dat kun je thuis ook doen. Maar dat is denk ik voortdurend, en ik was altijd afgunstig op die kunstenaars die veel, naar mijn gevoel, en dat is misschien ook het gevoel van een buitenstaander, maar dat heb ik eigenlijk nog steeds, veel organischer hun leven en hun werk eigenlijk in één soort praktijk kunnen. Omdat kunst maken zoveel, in de praktijk zoveel meer kan zijn dan schrijven. En dat is ook wel weer waarom ik schrijven ook wel mooi vind. Omdat je uiteindelijk heb je alleen die woorden en moet je gaan zitten en moet je die op een papier krijgen. Zo veel ingewikkelder kun je het ook niet maken, denk ik. Heb je dan het idee dat je door deze residentie, of ja, je bent vaker residerend schrijver geweest, geloof ik? Ja, wel een paar keer. Ja, maar zeker hier, door het door elkaar lopen van al die disciplines, dat je dat een beetje over hebt kunnen nemen. Dat je hebt kunnen leren van, ja, die praktijk, dat ben ik ook gewoon. Nou ja, nee, in die zin ben ik denk ik heel hard leers en koppig. En heb ik elke keer opnieuw, wat Brechtje beschreef en wat Gerda ook beschreef, van elke keer opnieuw kan ik alleen achteraf denken, oh, dat is dus toch ergens goed voor geweest en dat heeft dat opgeleverd. Maar ja, je bent heel lang heel dom, tenminste ik. Dus ik leef heel, heel dom en heel vaak alsof het allemaal niet opschiet. En dan ineens komt het toch in een stroomversnelling en dan ontstaat er iets. En dat vind ik ook, dat is ook wel spectaculair soms, dat je toch al die dat je met al die ervaring toch iets doet. En dat vind ik leuk ook aan schrijven, dat het die traagheid wel mag hebben, dat dat kan. Ja. Verder ben ik gewoon jaloers op al die kunstenaars. Maar. Ja, schrijven is ook, ik vind schrijven best een eenzaam beroep eigenlijk. Het klinkt veel zieliger dan het is, hoor. Maar als ik dan hier rondkeek en mensen die inderdaad de hele tijd met elkaar bezig en soms ook samen projecten gingen doen, ik voelde heel erg de behoefte eigenlijk om, net als Gerda, ik dacht van, ik wil ook iets samen met iemand doen. Dat is me helemaal niet gelukt, dat lag heel ergens anders aan. Maar ik denk toch dat het heel inspirerend werkt om dat te zien. Ja, ik heb echt een totaal andere ervaring dan jullie. Want ik ben journalist, ik ben 4 dagen in dienst bij een soort krant. En, bij de correspondent. Bij de correspondent. En, ik gooi het er even in, ja. Ja, maar dat, en ik had mijn atelier was ook tegenover dat van een ontwerper. En wij keken, ik en die ontwerper met wie ik goed bevriend raakte, keken allebei met een beetje inderdaad een soort verwondering naar een soort totale poëzie waarin die levens van die kunstenaars aan ons voorbij trokken. En ik had gewoon vrij.
Dus dat gaat altijd bij mij zo. Ik heb dan vrij en dan moet ik schrijven. Dan kan ik niet een beetje niet gaan schrijven, want dat is de tijd dat ik dan moet schrijven. En ik ga dan gewoon van 9 tot 1 schrijven. Tenzij ik een heel erge kater had, wat ook wel vaak gebeurde hier. Maar ik ben gewoon gaan zitten. En dat moest ook. En dat was ook wel grappig dat inderdaad, bij die ontwerpers is dat dan weer net anders dan bij de autonomere kunstenaars. Die inderdaad ook hun leven anders inrichten en meer ruimte nemen. En het is, ik verlang ook wel eens naar dit. Volgens mij heeft dit dus ook gewoon heel erg te maken met wat je omstandigheden zijn. Hoe bedoel je? Nou ja, als je gewoon een deadline hebt, dan moet je gewoon schrijven. Ja, maar ik bedoel, ik heb natuurlijk ook deadline. Je bedoelt een deadline voor een boek. Ja, een deadline voor een roman. Ja, maar ik spreek dus met mezelf ook eigenlijk vaak wel deadlines af voor romans. Ja. Omdat er dan gewoon even een paar maanden zijn waarin je dat kan doen. Ja. Dan moet dat dus ook gebeuren. Dus dat is eigenlijk wel... Ik vind dat dus wel lekker. Ik vind het ook heel benijdenswaardig. Want ik heb heel vaak met mezelf deadlines afgesproken voor romans. Maar dan kwam er gewoon geen roman. Ja, maar als je niet daarna nog weer een baan hebt, waar je bijna fulltime naar terug moet, dan hoeft dat dus ook niet. Dus die deadline moet ook wel een echte deadline zijn. Niet een beetje. Oh nee, maar ben ik fulltime in opdracht aan het werk. Bijvoorbeeld van diverse opdrachten. Ik heb dan niet 1 opdrachtgever. En dan doe ik inderdaad af en toe, ik ga nu een kwartaal vrij nemen en dan ga ik gewoon een roman op poten zetten. Maar bij mij, ik heb het idee, het schrijven voor mij is een beetje zoals je had vroeger van die 3D-kaartjes. Dat je alleen maar kon zien wat erop stond als je er net niet goed naar keek. Dus dan moet je eigenlijk je eigen brein afleiden en dan opeens zie je het. Ja. Ja, precies. Nee, dit hoorde ik hier ook een beetje, maar dat is inderdaad wel, dat klinkt wel magisch. Ja, maar dit klinkt ook heel fijn. Ja, maar plus, heel even, want ik ken jou langer dan vandaag. Je zegt ook, ik zit van 9 tot 1 te schrijven. Dus de rest van de dag zit je ook andere dingen te doen. En ik zat, toen ik hier zat, heb ik 3 essays geschreven voor de correspondent. Dus ik romantiseer misschien ook een beetje, maar als ik van 9 tot 1 zou kunnen schrijven, dan zou ik wel echt heel jaloers. Of ja, ik ben er wel jaloers op ook. Je hebt 3 essays geschreven voor de correspondent en daarnaast heb je heel veel hard gelopen. Basically, ja. Maar het heeft dus ook te maken met of je denkt dat je nadat je 3 uur gewerkt hebt op een dag, denkt dat je heel veel gewerkt hebt. Of dat je na 3 uur werk op een dag denkt, ik heb nog niks gedaan, toch? Want je hebt dan 4 uur op een dag gewerkt. En dan denk je, oké, ik heb 4 uur gewerkt. Terwijl ik dacht, ik heb ook meestal halve dagen misschien echt. Maar ik dacht, ik doe ook. Ik was zwanger, dus ik had ook niet zoveel energie. Maar ik had toch wel het gevoel dat ik ook wel. Ja, ik had ook wel het gevoel dat ik wel veel deed. Ja. Maar het is wel wat jij zegt over dat herken ik wel, omdat ik dus ook beeldende kunst maak. Ik ben nu bezig met afstuderen en ik ben nu bijvoorbeeld aan het schrijven in andere materialen. En dan ga ik gewoon een woord lassen. En dat is wel inderdaad heel fijn dat je dan gewoon 3 dagen lang bezig bent om dat woord in elkaar te lassen. En dat is het praktische wat ik ook wel wil toevoegen. En wat ik ook. Ik denk dat ik dankzij de Jan van Eyck echt een bibliofiel ben geworden. Omdat ik dit boekje heb gemaakt. En dat ook wel iets is. Dat ik zeg maar het schrijven ook meer ben gaan zien als niet alleen maar iets geestelijks met woorden, maar ook iets wat je materieel doet en dat je daar ook mee kunt werken eigenlijk. Met hoe je het fysiek op papier krijgt of op wat voor medium dan ook. En er is straks ook natuurlijk ruimte voor vragen uit de zaal. Maar waar ik dan heel benieuwd naar ben, als jullie terugkijken op je periode hier. Ik heb jullie volgens mij allemaal horen zeggen, als ik het nog een keer zou doen, dan. Dus ik wil graag van jullie weten wat jullie wijze les is voor de toekomstige residenten hier. Ik geef gewoon alvast de microfoon door. Ik weet niet. Kom niet als je net gedeputeerd bent. Nee, ja, goh. Een wijze les. Ik had wat mijn 2 manco's waren dat ik dus en veel soort van in de buitenwereld moest zijn, dus dat naar binnen keren was moeilijk voor mij op dat moment, en ik had inderdaad opdrachten die gewoon, dat is ook natuurlijk de realiteit van al onze levens, we hebben opdrachten, en ideaal zou eigenlijk wel voor mij die leegte zijn als ik
als ik eraan denk van 3 maanden zonder opdrachten en hier zitten en werken, dat is natuurlijk, dat is wel een soort droombeeld. Ik weet wel dat als ik hier dan uiteindelijk zou zijn, dan zou ik waarschijnlijk verzuipen misschien in de leven. Maar ik denk dat je altijd achteraf zegt, oh ja, ik had die tijd nog beter moeten gebruiken, want achteraf gezien was het zo kort of zo. Ja, maar je kunt dus nu andere mensen behoeden. Behoeden, ja, ja. Ja, nee, zorg dat je wel een beetje vrij... Ik had mezelf achteraf gezien liever wat vrijer gemaakt dan ik toen kon, ja. Ik was aangekomen op een moment dat eigenlijk de kunstenaars die er zaten allemaal heel hard aan het werk waren voor hun eigen atelierpresentaties. Dus iedereen zat heel hard te racen voor een deadline. En het was daardoor niet zo heel makkelijk om... Zeg maar, een samenwerkingsproject, een beetje happy-go-lucky, vrij spelen, dat was niet echt, zat niet echt in de kaarten. Dus ik zou, als ik het nog een keer zou mogen doen, zou ik willen beginnen toen iedereen begon. Zodat je wat meer de ruimte hebt om echt concreet iets samen te maken. Want het lijkt me super tof wat Gerda vertelt. Als ik een raad moest geven, is om te kijken of je die timing handig kan doen. Oh, is dat veranderd? Oké. Okay. Ja. Nou, kom ik ook bij. Nee. Nou, dank jullie wel in ieder geval voor heel mooi gesprek. Iedereen begint in november. En dus kunnen schrijvers mee aansluiten in november. En dan gewoon tot met september eigenlijk. In oktober doen we even helemaal niks. Dus, maar er is een groot verschil natuurlijk. En dat is ook een vraag aan jullie. Kijk, die schrijvers hebben 3 maanden. Maar de kunstenaars en vormgevers hebben 1 jaar. Dus als ze hier binnenkomen, dus die 3 maanden die jullie hebben, die gebruiken zij om erachter te komen dat ze eigenlijk alles weg moeten doen, al die opdrachten, om dan gewoon aan hun eigen ding te kunnen beginnen. En jullie moeten dat in een hele korte tijd doen, of jullie moeten al binnenkomen met een bepaald idee. Dat is eigenlijk het grote verschil. Dus ik was eigenlijk benieuwd, hoe zou het zijn als de schrijversplek 1 jaar zou zijn? Ja, heel goed. Ja, ik zou... Ja. Ik ben ook, omdat ik straks afstudeer van Rietveld ben... Ja, speel ik wel met het idee om nog een keer hier als kunstenaar... Ja. Zeg maar, nog een keer aan te vragen. En ja, die tijd die die ik hier geweest ben... als een soort voorproefje van... hé, wat kan ik hier nog meer doen? Ja. Ja. Nou ja, ik vroeg me dat ook af. Ook in relatie, want nu is het zo erop... Is eigenlijk een beetje geforceerd, hè? Die 3 maanden voor het schrijven, omdat dat eigenlijk komt vanuit hè, hoe dat is ontwikkeld. Maar ook een beetje oneerlijk, toch? Ergens. Het is altijd zo, als schrijvers weggaan, dan zeggen ze, ja, ik had wel langer willen blijven. Ja, maar volgens mij denken de residenten die er een jaar zijn. Die een jaar ook, ja, absoluut. Iedereen denkt dat. Je bent wel een beetje, een luxe paardje als schrijver, omdat je je eigen woonplek krijgt toegewezen en zo. Ja. Dus dat is dan... Ja. Kunstenaars kijken ook wel vaak een beetje jaloers weer naar de schrijvers. Ja. 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 Nou, en dan nog... Ja. Ik weet niet wat er een stuk ging, maar... over de 3 maanden versus 1 jaar. Als ik hier was uitgenodigd om 1 jaar hier te gaan zitten, had ik het niet gedaan. Mm-hmm. Omdat ik het als freelancer, en toen helemaal, toen kwam ik net een beetje de sector in... Mm-hmm. Kan ik het niet maken om 1 jaar alles te laten vallen. Want voor mij... Echt 40.000 anderen. Dus wat dat betreft vond ik het juist heel fijn dat die investering 3 maanden was. Mij werd volgens mij ook eerst gezegd dat het 2 maanden zou zijn. Dat heb ik zelf gezegd, 3 maanden. Dus ik weet niet precies hoe dat is gegaan. Maar wat ik wel fijn had gevonden is als iemand inderdaad... Misschien is dat ook wel gebeurd hoor, dat ik dat gewoon heb verdrongen toen. Met me was gaan zitten en had gezegd... Roos, weet je wat jij moet doen? Mm-hmm. Echt alles afzeggen. En ook echt, de wereld vergaat niet als je dat even doet. Dat weet ik nu, dat wist ik toen nog niet. Ja. Ja. Dus ik denk dat het niet zozeer een kwestie is van de tijdspannen, maar wel in de begeleiding, in hoe je die in kunt vullen. Ja, 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 ja. En dat is waarom ik nu ook de vraag stel, van als je het nog een keer zou doen, wat zou je anders doen? Of juist precies hetzelfde? Het kan natuurlijk ook zijn dat je enorm geslaagde dingen hebt meegemaakt. Ja. Ja, maar goed, ik denk dat ook wel zit wat Nina zei, ook tijdvrij maken. Maar, en dan was iets anders wat me opviel, dat de schrijvers eigenlijk een beetje hetzelfde dan als de vormgevers zijn. Want de vormgevers hebben eigenlijk hetzelfde probleem. Die komen ook allemaal binnen met opdrachten. Ja. Kijk, als iemand hier binnenkomt, dan is het de eerste 2 maanden eigenlijk ervoor zorgen dat je zo min mogelijk opdrachten hebt. Hè? Dus dan doe je ze allemaal in die 2 maanden.
En dan kan je gewoon je ding doen, zeg maar. Maar voor kunstenaars is dat helemaal niet het geval. Natuurlijk, die moeten 2 maanden wachten. Die moeten, zeg maar, nou ja, goed, die kunnen exposities hebben, zeg maar. Dus die moeten dat dan weer... Maar ik dacht van, nou, oké. Ja, goed. Goed te weten dat het een jaar... maar ja, voor jou... Je zou dan ook het systeem moeten, jullie worden genomineerd. Toch? Of nou, jullie worden voorgedragen. Ze worden voorgedragen. Begin werd het voorgedragen. Ja. Oké, okay, ja, het is wel openbaar. Oké, okay, dus dan ik kan het wel. Ik kreeg ineens een mailtje van Lex. Ja, dat was helemaal in het begin, zeg maar. Ja. Ja, oké. Okay. Redelijk. Nee, oké, okay, maar het is nu wel een call. In ieder geval. Thanks. Iemand anders misschien? Zijn er vragen uit de zaal? Toevallig. Over deze residentie, maar als we hier nu toch zitten met allemaal schrijvers, kan het natuurlijk ook gewoon over de schrijfpraktijk gaan. Altijd elke kans die je krijgt aangrijpen. Totaal geïnformeerd. Helemaal verzadigd. Verzadigd en geïnformeerd. Dank je. In die... dat is luid. Wel, jullie zeggen dat jullie... ook nog hebben gefreelanced naast de residentie. Was er dan in dat freelancen niet waar jullie echt blij om waren? Want dat kan ook heel een soort van vervullend werk zijn. Dus hebben jullie daar ook iets aan gehad of zo? In die tijd. Was het waard? Ja, ik freelance niet, ik ben in dienst, maar mijn werk is inderdaad vaak heel vervullend, maar wat ik ontzettend onvervullend vind, is gewoon deadlines. Ik merk echt steeds meer dat ik echt die deadlines helemaal niet trek. En dan is het gewoon iets wat wel leuk is om te doen, maar dat moet dan. En als je dan daarnaast ook nog iets creatiefs probeert te doen, dat is, vind ik vaak heel lastig. Dat heeft inderdaad te maken met dat je misschien voor die creativiteit in een ander soort energie moet komen. Dus dat zit dan niet zozeer in de inhoud van het werk, als wel in de vorm waarin dat gegoten moet worden, dat het af moet zijn. Dat je er eigenlijk nooit tijd voor hebt. Of nooit genoeg, nooit zoveel tijd als je zou willen hebben. Dat is mijn ervaring. Als de residentie los zou staan van de Jan van Eyck in Maastricht, had je dan nog steeds voor Maastricht gekozen of was je naar een andere plek toegegaan? Nee, maar het leuke aan residenties is natuurlijk dat je gaat zelf nooit echt uit van een... Residenties, in mijn ervaring, dienen zich... out of thin air ineens aan. Ik ben ook wel eens naar Almere geweest, bijvoorbeeld. Zou ik daar... Weet je, het is juist heel wonderlijk, vind ik, om ergens terecht te komen, omdat daar een plek is waar je een residentie hebt. Dus ik heb niet, dan spreek ik voor mezelf, maar ik heb niet heel erg van, oh, ik zou heel graag naar die stad gaan of zo. Dus het is... Dat vind ik heel leuk aan het onverwachte hoe dingen lopen. En uiteindelijk vond ik... Ja, dat is misschien oneerbiedig naar Maastricht, maar ik vond Maastricht een leuke bijkomstigheid eigenlijk. Maar echt een hele leuke bijkomstigheid. Omdat je toch het idee. Ik had altijd het idee dat ik in het buitenland zat. En die 2,5 uur terug naar Amsterdam was ook echt zo'n soort overgang elke keer. Moest ik weer naar die stad. En dit voelde dan. Het was ook alsof ik hier echt een geheim leven mocht leiden. Dat vond ik een groot voordeel, omdat het zo ver weg was en zo anders. Maar. Ik weet niet precies waar dat in zit, maar dat is het inderdaad toch dat je in een kleine Nederlandse stad dan zo'n internationale gemeenschap hebt en de rust van die stad en toch kroegen en fijn. Die plek is gewoon dit. Dat gevoel had ik heel erg. Hebben jullie nog veel contact met de kunstenaars die hier hebben gezeten rondom jullie residentie? Want je hebt samengewerkt toevallig. Ik weet niet of jullie nog met elkaar... Ik zit nog in de WhatsApp-groep van de, van de deelnemers, maar dat is een wat oppervlakkig contact. Dus nee, verder niet zoveel contact meer, nee. Maar ik heb wel
ik heb wel een lijstje mensen in mijn hoofd. Bijvoorbeeld, ik wil nu iets gaan doen met textiel. En dan denk ik, oh, die doet daar iets mee. Die ga ik binnenkort eventjes vragen of wat samen. En met haar heb ik trouwens ook nog een project soort van geïnitieerd waar ik mijn kant van nog niet gedaan heb. Dus dat ligt ook nog thuis bij mij te wachten tot ik daar iets mee doe. En andersom bijvoorbeeld, dat andere kunstenaars naar jullie vragen van, goh, willen jullie met mij meewerken? Ja, bij mij was het net anders. Ik woonde in de woning die je hier dus heel luxe krijgt toegewezen als je gaat resideren. En ik woonde boven of onder, dat weet ik even niet meer, iemand die hier volgens mij, Niek Hendricks, die heeft hier zowel als deelnemer gezeten, geloof ik, maar toen was hij denk ik ook adviseur. Of niet? Dat is gewoon toch iemand die heel lang hier is geweest? Echt jaren. Ja, hij is blijven hangen in ieder geval. En ik had, hij heeft mij na mijn residentie gevraagd of ik met hem samen wilde werken voor een project. En na aanleiding daarvan ben ik een paar jaar later weer voor een ander project gevraagd van andere beeldende kunstenaars. Die hadden gezien wat ik met Niek had gedaan en dachten, hey, dat is leuk, wil je dat ook voor ons doen? Dus wat dat betreft, ik was hier in 2017 en het balletje rolt nog steeds. Wel, zoals alles, traag. Maar het heeft wat dat betreft wel degelijk ook iets veranderd in mijn praktijk als schrijver. Ja. Kijk nog even rond. Ja. Als jullie aan een nieuwe roman beginnen, denken jullie dan van tevoren eerst het hele plot uit? Of is het meer een vaag concept of een idee en begin je gewoon met schrijven? Hoe verloopt dat proces? Ik bedenk altijd een heel plot, wat ik vervolgens helemaal niet uitvoer. Dan ga ik daarna schrijven en dan denk ik, oké, dit werkt niet, dit werkt niet, dit werkt wel. Oké, waarom werkt dit? En waarom ben ik in de tussentijd eigenlijk obsessief aan het lezen over Kelten, heksenvervolgingen, schimmels. En op een gegeven moment denk ik dan, oh, hier gaat het over. Dus ik weet het nooit, ik weet het altijd, ik ben ook heel dom, zeg maar. Zoals Ninja zegt, ik weet het altijd pas achteraf, als ik achteruit kijk naar wat ik eigenlijk heb zitten doen. Ik denk altijd dat ik ergens heen ga, en eigenlijk ga ik daarheen. Maar heb je het bedenken van het plot toch nodig? Ik denk het wel. Ik denk dat ik een plot nodig heb om in gang te schieten. Om te denken, oké, daar ga ik heen, ik heb een plan, en dan kan ik mijn idee dat ik aan het werk moet gaan, kan ik botvieren op iets wat ik uiteindelijk weggooi. Inmiddels weet ik ook dat ik 90% van wat ik schrijf weggooi. En dat is nog steeds irritant, maar wel, dan denk ik, oké, kennelijk is dit een soort van de warming-up of de omweg die ik nodig heb. Maar goed, ik wil het wel horen van Nina eigenlijk, die in 3 maanden verlof aan de slag moet. Mijn eerste 2 boeken ben ik bij A begonnen en bij Z geëindigd, zonder te weten waar het schip zou stranden. Dat is heel traag en geconstipeerd proces, waarbij ik niet heel veel weggooi. Dus ik schrijf heel langzaam. Het is echt zin op zin op zin. Daar doe ik dan soms 3 jaar over, met tussenpauze. Mijn laatste roman heb ik een plot voor bedacht. Omdat ik dacht, ik wil een keer een lekker boek. Mensen niet weg kunnen leggen. Ik weet niet of dat helemaal gelukt is. Ik heb me ook niet aan het plot gehouden. Maar het heeft wel meer plot dan mijn andere boeken. En dat kan ook zijn dat ik de volgende keer weer gewoon bij. Dus het hangt een beetje van het boek af, denk ik, wat je wil schrijven. Jouw boek heeft echt een heel duidelijke structuur. Ja, dus bij Wij zijn Licht heb ik het wel helemaal van tevoren uitgedacht, zeg maar. En ik doe dat eigenlijk ook bij mijn korte verhalen en ook bij de roman waar ik nu mee bezig ben. Was ik van plan, en dat ben ik aan begonnen, op de Van Eyck. Ik dacht, ik ga het nu een keer proberen zonder van tevoren alles uit te denken. Maar dat werkt niet voor mij. Dus nu moest ik heel lang wachten en nu weet ik, oké,
Het is niet zozeer een plot wat ik bedenk, maar een concept, zeg maar, van hoe het in elkaar moet zitten. En dan zitten de verrassingen dus meer in de uitwerking. Ja. Het is heel verschillend. Daar kan je ook wat aan hebben. Ja, nee, ik denk tenzij er nog prangende vragen zijn, kunnen we het gesprek wel afronden. Dus is je laatste kans. Nee, helemaal nou, nu toch echt geïnformeerd en verzadigd. Hartstikke bedankt voor dit gesprek. De boekjes waar we het net over gehad hebben en de overige boeken van alle auteurs liggen beneden op de tafels. Ik weet eigenlijk verder niet of er nog huishoudelijke mededelingen volgen, maar die kan Erik of Bernke dan doen, denk ik. Dank jullie wel. Het is fijn jullie hier terug te hebben en terug te zien en te horen. Ik wil één opmerking maken. Ik had een residentie van een jaar in Berlijn. En als je ergens een jaar bent, dan leef je er. Ik zeg dit als schrijver, niet als kunstenaars die misschien meer residenties gewend zijn. Als je ergens 3 maanden bent, dan verblijf je er. Ik denk dat vanaf een half jaar wordt het wonen. En dat hangt dan heel erg af van het programma wat je krijgt aangeboden. In het Berliner Künstlerprogramm zei de directrice, vrij ouderwets, u bent de man, ik ben de vrouw. U moet zeggen hoe wij gaan dansen. Of we gaan heel Duitsland door optreden, of je gaat daar gewoon zitten schrijven. En dat een jaar lang ergens blijven vraagt ook om een soort nadenken over een totaalprogramma wat die schrijver dan gaat doen. Dus dat als aanvulling vanuit mijn ervaring als dichter. Ik wil alleen even zeggen dat we over een half uur hier weer Erik Suger krijgen over Franse poëzie en beeldende kunst. Daarna een presentatie van Trimeran. Om 5 uur is er een toneelstuk hier in de Project Space naar een lijvig boek van Tonnes Oosterhoff op de rok van het universum. Om 7 uur begint de museumnacht. En dan ziet u beneden in het restaurant heel veel dichters die kort voorlezen. Ook een aantal van de studenten die er zijn lezen voor. Hier is een programma met over podcasts, over een live verbinding met Zimbabwe, met Indonesië en performances van Frederik Willem Daan, Oswald Egger en Pascal Leclerc. Dus we zien u heel graag terug later in het programma. Dank u wel. Goedemiddag opnieuw. Welkom terug in het auditorium van de Jan van Eyck Academie. Good afternoon, welcome back in the auditorium of the Jan van Eyck Academie. I think the Monty Python phrase, and now for something completely different, is used much too much, but for the ones who just saw the debate between the 5 prose writers, and will continue in our next program, it will be quite something different, I think. We will present Erik Suger. Erik Suger is a poet born in Paris in 1967. He's a poet, and I think when he started, he was a poet sonore, a sound poet. I know he studied art criticism. He is an art critic. He used to make interviews for Art Press. He has his own, yearly art show in chapels in Brittany. He directs critical books about art, Boite, and he teaches at Saint-Étienne in the art school. Apart that, he's a translator. I think he's the one who made me understand France and French poetry more than anyone else could, and that's so I owe him a lot. He will, I think, talk about
other French poets artists. So I give you the floor, Eric Suzer. Thank you for your invitation, Eric and Hisham. And I'm very happy to be here. So I made a statement for this intervention that is called post-poetry. I will explain what it is exactly. But it's true that it is a term that we use between us, but only between us. In 1988, Olivier Cadiot, who was born in 1956, published a fundamental book for writers, for French writers, born in the 60s, Poetic Heart. He diverted grammar books to make stock phrases under the literature, and its effects are indicating what already, in grammar, could make stylistic effect, bringing them to theater, novel, or poetry. It was not cut up. This one was only a method, but a device. The book as a conceptual device, or the device as a book. Next. Here are two pages of Olivier Cadiot, Poetic Heart. I have made the translation that I will read now in English. I know that you are here. I like when you come. It is raining. The weather is beautiful. A, the sea and the tempests. When will you come? Who, me? It's absurd. Completely, will you come? No. He doesn't know if it's right to leave. He's coming to. He's not coming hither. I want, I desire to leave. I'm thinking of a garden. I'm thinking of gardens. I'm thinking. Here he comes. Ah, there you are. You are not coming? Yes, I am. Remembering of. Remembering. My friend. My friends. I love. I am loved. Wall. Wallness. Light. Lightly. You are leaving. You leave. We are sleeping. I sleep. You love him. I don't. Me not. Not me. I have a little, a lot, too much pain. Leave, left. This book will be followed in 1993 by a future, former fugitive, remix of forms, stories, writing techniques ranging against the idea of a personal form, style, authenticity of literature as expression of the self, the world. Finally, in 1995 and 1996, two issues of a monster review, the Review of General Literature, with two themes, lyrical mechanics and digest, both making text mounting, digest borrowing from anthropology, literature, landscape techniques to that of trainers, etc. Where was the apology of the mixing of literary genders, change of registers, the braiding of voices and forms? And I will give an extract of one of the texts that is in the second issue. Other problems. How to produce relief on the surface of the writing? How to allow some lines of phrase, descriptive, theatrical, narrative, poetic, coming successively in the foreground of the same text, then going back behind other lines so far covered? The opposition between the unique, autarchic, linear language of poetry and the relativistic and discontinuous dialogism of the novel no longer coarse. One could call prose, in a sense that will include a certain poetry, a braided voice whose ideal will be both integration and maximum continuity, several voices in one. Next, please. So, two pages from a future former fugitive. I made a translation also. Oh, the one. Oh, sorry. Frankly, no one. No one had told me no one. No one had told me such a thing. Oh, awful. Apart. Will you pay that at a high price? You will pay that at a high price. This story he called bad, bad. Backward. Detour through the bottom. Spiral in the branches. Diagonal in the driveway. Boxwood, booking Boxwood. S-O-R-I-I Greek. Yes, really, or
I beg your pardon. I beg your pardon. Believe me sincerely, faithfully yours, etc. Ah, my dear, dear sir, it is with pleasure. Well, receive, agree to believe, dear sir, to my best memory. Collapse on the bench. Oof. Your devoted faithfully is entirely to you, your friend. Blown spinach and brains, heel with licks, jelly pinted, clafouti. This dog that is annoying to turn around like that around, but tell him to say, quiet, good God. This dog, oh, this dog, but stop, stop, stop. I remain so. Conclusion, yes. Your yes, dear missus, yours from grace. Your good to you completely. Faithful friend servant, and I, lifting his glass, the honor of, etc. I will kill him one day, I will kill him one day. Apart, hush, to wear an ultimate toast in your hoo-hoo, to dedicate this hall that I did here, drinking, Mr. Speaking, was built on the foundations of a former Roman tank, which we can still see the basins in the bottom of a small wood. And then the water is not resurgent and natural again, served today to power, etc. So, nor poetry, nor novel, nor narrative, nor document, but another possible agenda. It recalls, of course, what we call in the 70s the text. And indeed, there is Denis Roche in this destruction of poetry in Deposits of Knowledge and Technique, 1980, who counted by the indexation of the literature at the photographic framing. Next, please. So you will see just one page. Each page is a text describing a portrait of someone with elements that were picked in this house. But the text is really framed, like a photography, as you can see on the left and right edges of the text. So it's like a photography, an instantaneity of someone's place. At the same time, Moore, as Cadieux also went to the theater with Ludovic Lagarde, the opera with Pascal Dussapin, popular music with Rodolphe Burger, also crossing the mediums by reinventing them. So Cadieux, with others, and from him a decade, embraced with a different idea of poetry, whose outline remained uncertain, not really poetry, not really something else, taking the list, the cut-up, mixing, assembly, reinterpretation, the means of their articulation and using all the typographical resources possible, or even the inclusion of images, diagrams, collages, amongst these new voices, Pierre Alféri, Suzanne Doppelt, and Pascal Monnier, who are from the same generation as Olivier Cadieux, or Jean-Michel Espitalier, Charles Penquin, Nathalie Quintane, Christophe Carcos, a few years later. Another peculiarity, these writers will borrow from other medium, like music, but most of them to the visual arts. Litany of Bruce Nauman, passing through the list of verbs of Richard Serra, or the verbo-visual construction of Robert Filliou, until the words of Remy Zog and the statements of Florence Wiener. Plastic artists are often present, and ideas, devices, procedures, and concepts are strongly used. I will give you now some samples of videos or performance. And we'll begin with Pierre Alféri, with a video that lasts for 3 minutes called Elvin Jones. But before you see the videos, I'm going to translate the text. There are 3 layers of text that are combined and mixed. First in French and then a video. You break the statues, you crush minerals, you rebate the cards, you project the base at the top, you shake the branches, you raise the skirts, you break the lugs, you split the strains, you scratch the rubble, you plow the frozen earth, you hollow the canals, you pluck birds, you blow the dust, you divide the atoms, you make the steel less protected, you dirt up, you rank. You break the statues, I'll get you down. You crush minerals, I will undress you. You rebate the cards, you protect the base at the top. I will unlock you, you shake the branches. I will analyze you, you raise the skirts. You break the lugs, I will profane you.
You split the strains, I will dismantle you. You scratch the rubble, you plough the frozen hearth. I will trivialize you, you hollow the canals. I'll be folded, you pluck birds. I'll put you in a black box, you blow the dust. You divide the atoms, I will forge you a filler and cage. You make the steels protected, you dirt up. I will multiply you, you rank. I will digitalize you. You break the status, I will put you in free access. And so on, with permutations and new elements with single pronouns and verbs. Please. If the contemporary French poetic literature borrowed from the visual arts made them well, as many of the poets, into brackets, that will emerge at the end of these 1918s, had been trained in fine art school or taught in art school, is my case. Their horizon will not necessarily be a poetry that they often know very bad, not my case, I suppose. And if they publish in magazine or poetry publishers, is that no one publishers want it, except for a few less conventional as a vertical. And or that place of mixtures is very attractive for people claiming hybrid textual objects. That's what they are doing. Will therefore be put or place or sequestered under the term poetry of people, some of whom make fun of poetry or break with the idea of poetry. Reading of Liszt, for example, with samples of Anselm Chaton, musical improvisation of Christophe Yat, installations of Jean-Charles Massera with Thomas Hirschhorn, for example, reading with video of Emmanuel Pirère. It is not about doing sound poetry or visual poetry as it has existed in the 50s or the 60s, but to go from one medium to the other without exclusive. This is called in France post-poetry,
with indistinction between prose and towards or even textual devices belonging to a field or to another. I will give you now some samples of work dealing with these ideas of mixed medias. Three, exactly. The first one is Anne-James Chaton, that began in at the end of the 90s. That's called Event Number One. And Anne-James Chaton is reading a list with a sample coming from the radio. And you will hear that the text is no longer audible and that something is happening between what has been recorded and what is reading in direct. So Event Number One, please. Washington déraille en Irak. The next sample will be Olivia Rosenthal, the trailer of a multimedia spectacle called Animals Macadam. It's not so long. Please, next. Nous avons vaincu le regret, nous avons choisi de tout prendre. Tout prendre. Nous avons choisi de tout prendre. C'est un défi pour l'intelligence. Nous nous lançons à l'assaut avec notre escadre de congénères. Nous nous déployons et nous plongeons vers les choses que nous convoitons. Tous les bois seront mangés par les termites. Il n'est pas utile de voir et de voler quand on n'a pas besoin de plaire. Finish this small presentation. A short video from David Lespieu, but are from here. Sorry, I didn't make the translation. It was a bit hard to do, but you can simply see the image, the relation between image and the text, maybe. En deçà à remonter le cours, rejoignant le mouvement d'effondrement de chaque phrase par la fin, une virée d'écume, où quelques sons bondissent hors de l'eau vers une fiction grammaticale, forme d'aile montée en neige éternelle au début. Poudre de l'âme, poudre et forme de la forme, âme au lieu d'un instant privé de netteté, une façon de penser réinvestie dans un programme de relecture simultané à la réécriture. Compression des points jusqu'à la ligne, le plan, le pli, grammaire de mobilisation du monde. Là, rapide, fil simple, le parasite, ici la pagode, à partir de quel plan une symétrie joue-t-elle? Celui de l'eau double l'esquif, qui contiendrait l'urne funéraire sur la mer filmée. Ou de la terrasse, vers les ombres, redouble le mouvement des corps, assis à table, écarté par la longue. Revenu purement ensablé, dure la double petite forme granulaire. Elle se terrasse en fer à bras tout un paysage mental avec personnages de fiction et de rencontres géostationnaires. Jusqu'à quand? Tu vois sur la même terrasse, mais sous cette tonnelle, le sentiment change. Vois, jouant dans un texte ou dans un film, ou qui ont travaillé sur différents tournages à poser une question. And to make a short conclusion, every one of them are also publishing books. Thank you.
Merci, Eric. It is another world, maybe, but there are links. I think Henri-James Chaton was in Amsterdam. I know he influenced Rosalie Hirsch, an important experimental poet. Christophe Tarkos, you mentioned Samuel Vriesen, his debut book of poems, One Quarter, is a translation of Tarkos. So it seems very different, but there are still links, I think. We will go to another part of Europe, and that is also close by. As I said some times today, we are not on the edge of the country, but in fact we are in the middle of what we call the Euregio. And I will present, or not I will present, but Anna Eble will present the review Trimaran. And Trimaran is founded by Kunststiftung Nordrhein-Westfalen, Dagmar Fretter, thank you to be there, and the Nederlands Letterenfonds and the Flemish Literature Foundation. So Anna, please, I give you the mic. Well, I won't present the whole review. That will be done by Christoph Wenzel, Stefan Witscherek, Jose Oliver, and Maud van Howard. So I'll just give a very quick introduction. Thank you all for coming here and for presenting this really special magazine, this review. It will be multilingual, this presentation. It will be, I think everyone will switch between English and German and Dutch, of course, and maybe we'll even hear some Spanish and Alemannisch, I've heard. Jose Oliver, he's from Germany and also from Spain, so he translates as a poet, because he's also a poet but also a translator. He translates from Spanish to German and the other way around, and also from the English. Maud van Howard, she's from Belgium. She's a Flemish poet, has done a lot with theater as well, so she's really a performance artist as well. And they have collaborated for this special edition of Trimaran, which is a poetry magazine from all three countries, from Germany, from the Netherlands, and from the Flemish part of Belgium. So it's really it's tri-national, but it's bilingual, because it all three of the issues have been completely bilingual in Dutch and German, which makes it really special. I don't know any other magazine which does it to this extent. Stefan Witscherek here and Christoph Wenzel next to him, they are and made the drijvende krachten behind the magazine. They are both translators. Christoph is also a poet. They are both from Germany. I think they came here from Aachen, so that's very close by to Maastricht. And it contains it's like a magazine and a magazine every time it comes out. This issue is very new. It's really, I think it's been printed 2 weeks ago or 3 weeks ago. So we'll be hearing some poetry from it. And there's also a special part inside of the issue about Paul van Ostijen, the great Flemish poet, and new reactions to his work by poets from nowadays, and also a lot of other things. For example, something about multilingual poetry as well. So, without further ado, please. Ja, van harte bedankt de presentatie. Ja, goedemiddag allemaal. Omdat ik niet zo veel en niet zo goed Nederlands kan praten, ga ik over naar het Engels. En mijn collega Stefan gaat Nederlands praten met jullie. So, thank you for having us. Thank you for having the opportunity to talk a little bit about our Trimaran magazine, which in fact is a
German, Dutch, Flemish poetry translation project and a bilingual poetry magazine at the same time. And if you remember, in 2016, Flanders and the Netherlands have been guests of honor at the Frankfurt Book Fair. And especially a lot of, astonishingly, a lot of Dutch language poetry has been translated 2016. And so a German readership could read Dutch language poetry and discover a really rich, dense, and diverse field of a very special poetic landscape of Dutch language poetry. And in order to create some lasting connections between the poetry scenes, between individual poets from here and there, from across the border and from our side of the border, from Germany, and between the poetic scenes, which act mostly completely separate from each other, the Kunststiftung NRW, the Netherlands Letterenfonds, and Flanders Literature took action and set up a special project, which became eventually the Trimaran. And this is a magazine and a translation project named after the boat with the three parallel hulls. Maybe you've seen it. Because it's driven by three countries, or let's say three regions, Flanders, the Netherlands, and Germany. And the core idea is to couple four poets, two couples of poets, one German-Flemish couple, as we have here today, and one Dutch-German couple. And they get to know each other during a joint workshop. They read each other's poetry in their mother tongues. They talk about their poetics to each other. And they start translating each other. And that on a basis of so-called interlinear translations, which is a sort of basic paraphrasing translation. Stefan is going to tell you some more about this method of translating each other. And that basically means the poets do not have to speak each other's language. They do not even have to understand it, and are nonetheless able to translate each other. And that works brilliantly well, especially in case of you both, I have to say, two of our poets from the recent issue. So, and the results of this translation process are presented within the magazine as some kind of booklet within the magazine. You can see it here, a booklet within the Zeitschrift, and it sorts, it forms some sort of Trimaran as well, as it folds up. Beyond these mutual translations, the couples are about to have some sort of joint project. They get to work together, and it can be anything they would like to do together. This was, if you could skip some sheets of the presentation, that could be some more. I'm going to say stop if you reached it. Stop. So let's say the poets can by Vorbild do a photographical poem together, just as Jürgen Nenzer, a poet from Aachen, and Peter Holfuth Hansen from Antwerp did with these photographies. They can write a bilingual poem together, just as Maud and José did together. It could be basically anything. They can write postcards to each other, as Sonja van Brock and Maria Barnas did together. It could be anything, and it will be documented within this booklet. Besides this
booklet and the results of the process of getting to know each other, of translating each other. The magazine contains, encasing this booklet, you see, it contains essays and book recommendations, consistently bilingual throughout the magazine, essays and book recommendations in order to let the audience, besides or beyond the borders, letting to know what happens on the other side of the border. What do the poets do? What are special projects in the Netherlands or in Flanders? What is special about the poetry scene in Germany, for example? Just to establish some sort of getting to know each other, some sort of working together in the future to establish long-lasting connections. And surprisingly, it works, because most of the couples are still in contact with each other, writing each other privately or doing projects together, or just follow up what the other one is doing. So this is our new issue. Stefan is going to tell you some more about how it works, translating each other if you don't understand each other. and then we are going to listen to our poets, to Maud van Howard and to José Oliveira. Dank je, Christophe. Kunnen we even terug aan het begin van de sheets? Christophe heeft al heel wat verteld over het magazine. En het heeft inderdaad verschillende functies en doelstellingen. Dus vooral het samenbrengen van de poëtische landschappen in Duitsland, Nederland en Vlaanderen. Samenbrengen van dichters, van festivals. Maar ook, als we even een sheet verder gaan, willen we echt vuurtorenprojecten. Dus heel bijzondere projecten aantonen om duidelijk te maken, hey, wat doen ze eigenlijk in het buurland? Want poëzie werkt in Duitsland en Nederland, Vlaanderen heel anders. Dus in, dat weten jullie beter dan ik waarschijnlijk, maar in Nederland en Vlaanderen is het iets wat in het publiek gebeurt. Want, dus we hebben hier de voormalige stadsdichter van Antwerpen zitten. En in Duitsland is het vaak iets met taallabor te maken heeft, wat echt iets afgescheiden in een scène gebeurt bij bijzondere uitgevers. Ja, en we willen dit even aantonen. Wat gebeurt er allemaal? En ja, jullie zien hier nu iets, een project van Maarten Engels, wat we heel bijzonder vonden. Eenwoordgedichten die hij, beneden zien jullie het eenwoordgedicht Water, in feite een boot, waar die mee op de Vlaamse rivieren op pad was, op weg was. Als we verder gaan, bestaat in Duitsland nauwelijks straatpoëzie. Heel bijzonder. Wat in Nederland en Vlaanderen heel gewoon is, dat hebben wij gewoon niet. Gebeurt niet. En, dus hebben we voor deze uitgave Killa van der Staar gevraagd om iets te schrijven over meertalige straatpoëzie. Zien we eigenlijk de hoeveelheid van de maatschappij terug in straatpoëzie. En wat betekent dat? En ik vond dat een heel bijzonder bijdrage. Dus we proberen te informeren wat gebeurt in de andere landen. Zijn er misschien projecten bij waar men zou kunnen zeggen, hey, hoezo doen wij dat niet? Of kunnen we dan misschien samenwerken, een gemeenschappelijk project ontwikkelen? En als we over gemeenschappelijke projecten praten, zijn we bij het vertalen. Dus dichters die elkaar vertalen, zonder de taal te hoeven te praten, die ze vertalen. Heel moeilijk ding. Dus als ik dat aan Nederlandse dichters vertel, zeggen ze altijd, dat kan gewoon niet. Maar in Duitsland bestaan er al heel lang verschillende methodes, gebaseerd op interlineaire vertalingen. Dus een soort basisvertaling waar de vertaler allerlei dingen kenmerkt. Klankfiguren, rhetorische figuren, intertextualiteit, ritme, bedenk maar iets. En dat aantoont in de vertaling en zegt, maar ik los het niet op. Dus de oplossing, van de uitdagingen op te lossen, is jullie taak.
Dus onze beide dichters moeten een José hebben aan het begin van de vertaling, van het vertaalproces, dus zo'n soort basisvertaling krijgen. En hebben dan, ondersteund door vertalers, elkaars werk vertaald. En, we zijn er heel vrij, dus we mogen zelfs een definitie geven wat vertalen eigenlijk is. We verwachten niet een soort vertaling als van een professionele vertaling, maar ze mogen zelfs invullen wat in deze samenwerking vertalen betekent. Betekent het echt het gedichten vertalen? Of betekent het misschien ja, de manier van schrijven van het gedicht vertalen? Betekent het een antwoordgedicht op het gedicht te schrijven? Een soort echo? Is het een soort remix? Of is het zelfs dan een meertalig gedicht wat ontstaat? Dus we verwachten of hopen een beetje op zo'n creatief proces waar iets nieuws ontstaat. En misschien ook nieuwe teksten die het anders, die er anders niet zullen bestaan. Maar we gaan door. We zijn allemaal heel benieuwd naar het resultaat van het vertaalproces. José, würdest du een gedicht lezen? En Moot, zou je dan de vertaling lezen? Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich kann auch kein Niederländisch, aber ich finde es leuk om hier zu sein. Und vor allen Dingen, it's the first time that we meet in person because due to the corona situation, we had to meet us with Zoom conferences. And but it was great. We could do some work together. So I will read a first poem, Pas de deux. And in the wonderful translation afterwards of Maud. Sorry to interrupt you, José. Oh. Maybe you could skip the sheets to the poems. That it is. All right. Ah, it's a little bit small, isn't it? Yeah. Okay. Then just listen. Thank you for the interruption. Pas de deux. Ich könnte sagen, ich bin traurig wie ein Meer im Hafen, du würdest sagen, ruft die Sonne in den verwaisten Zeugenstand. Ich könnte sagen, ich fühle den Mund der sachten Einsamkeiten, du würdest sagen, der Küchenstuhl, der Küchenstuhl. Ich könnte sagen, ich bin vernarbt aus Zärtlichstunden, du würdest sagen, das Wort ist niemals frei von Fluchten. Ich könnte sagen, ich habe gezähmte Angst vor Furcht. Du würdest sagen, das Kind ist Quell und Schacht zugleich. Ich könnte sagen, ich liebe dich. Du würdest sagen, wer streichelt deine Wunderschmerzen? Ich könnte sagen, der Tod wird immer uns präsenter. Du würdest sagen, er hat doch einfach nur sein Amt. Ich könnte sagen, wie lebt es sich als Krieger? Du würdest sagen, mach scheu dein Eigenbild. Ich könnte sagen, wie Mütter Väter schauen in den Vätern. Du würdest sagen, der Atem verschnürt die Atemzüge. Ich könnte sagen, hörst du mir manchmal wirklich zu? Du würdest sagen, nimm dich dein Mund nicht auch ans Ohr? Ich könnte sagen, Leibgeld und Welt verreimt sich pur. Du würdest sagen, das Dichten ist ja Elendschnitt. Ich könnte sagen, du bist mir Lust- und Zeitmetapher. Du würdest sagen, auch Uhren sind nur nackte Füße. Ich könnte sagen, das Brot, aber das Brot ist alt. Du würdest sagen, das letzte Hemd ist leer vor Taschen. Ich könnte sagen, du wiederholst dich mir in dir und mir. Du würdest sagen, die Tage bündeln jede Nacht. Ich könnte sagen, du hast doch keine Ahnung von meinen Anderstiefeln. Du würdest sagen, dein Schwalbenherz. Ich könnte sagen, die Flügel haben bunte Knie. Du würdest sagen, die Hand spürt alle Eitelkeiten auf. Ich könnte sagen, ich träume nichts mehr als ich. Du würdest sagen, auch Illusionen kennen letzte Weiden. Ich könnte sagen, wo sind, weshalb, wieso, warum. Du würdest sagen, vergiss die Antwortfragen. Ich könnte sagen, erklär mir dieses Gedicht. Du würdest sagen, 1 + 1 = 1 und ungleich 1. Ich könnte plötzlich nichts mehr sagen. Du würdest sagen, nun denn, da capo. Ich könnte sagen, also gut, du würdest sagen, schweig und tanz, tanz her die Anderssprache und küsse mich. It was a great honor to translate your work, and I'm also very happy that I see you now in real life, because it's the first time I see your beautiful, cool shoes.
Because before we only had those Zoom sessions, but now I see him, well, the whole body of José. I will think on my shoes also when I make a Zoom conference. Oh, yeah. You have to. It was quite a challenge because José is using a very particular kind of language. He's using like language into language. And to give you just a little example, he has a very special kind of using interpunction. And I will try to explain it in Dutch because my English is not that good. Dus als hij bijvoorbeeld het woord dich gebruikt, dan wil hij vaak de lezers erop attent maken dat er in het woord dich ook het woord ich zit. En dat doet hij door het dubbele punt te gebruiken. Dus na de D zet hij dan een dubbele punt en dan gaat het woord verder, ich. En waardoor hij als lezer uitgedaagd wordt om de ich ook in de dich te lezen. En dat doet hij dus met heel veel woorden, zoals bijvoorbeeld ook het woord worte, dus waarin het woord orte zit, waardoor je ook aanvoelt dat in een woord er ook een plek aanwezig is. En dat maakt het vertaalproces natuurlijk absoluut niet gemakkelijker, want bijvoorbeeld in het gedicht dat jullie zo zullen horen, zit daar het woord wander. En dan schrijft u het als volgt, W, dubbele punt, ander. Hè, want in het woord wander zit ook ander. Dus hij heeft het zowel over wandelen als over anderen. Vertaal dat maar eens in het Nederlands. Ik ben zo vrij geweest om gewoon nog extra leesteken toe te voegen. Ik heb gebruik gemaakt dan niet alleen van dubbele punt, maar ook van de slash. Om het aan te geven dat je zowel wandel als wandeler of ander erin kunt lezen. Voilà. U moet het maar eens bekijken in het tijdschrift dat u ook in de bookshop ziet liggen, hoe we dat hebben opgelost. Maar dank ook aan deze twee heren die de interlineaire vertaling hebben gemaakt, waardoor het vertaalproces toch een stuk makkelijker was voor ons. De vertaling dus van het gedicht dat u daarnet hoorde. Ik zou kunnen zeggen, ik ben droevig als een zee in de haven. Jij zou zeggen, roep de zon op naar de verweesde getuigenbank. Ik zou kunnen zeggen, ik voel de mond van zachte eenzaamheden. Jij zou zeggen, de keukenstoel, de keukenstoel. Ik zou kunnen zeggen, ik sta vol littekens uit de weken uren. Jij zou zeggen, het woord is nooit vrij van vluchten. Ik zou zeggen, ik heb getemde angst voor schrik. Jij zou zeggen, het kind is bron en put tegelijkertijd. Ik zou kunnen zeggen, ik hou van jou. Jij zou zeggen, wie streelt jouw wonderpijnen? Ik zou kunnen zeggen, de dood leeft steeds meer in ons. Jij zou zeggen, hij doet toch gewoon zijn job? Ik zou kunnen zeggen, hoe is het om krijger te zijn? Jij zou zeggen, maak je eigen wild schuw. Ik zou kunnen zeggen hoe moeders vaders in de vaders zien. Jij zou zeggen, de adem versmoort de ademteugen. Ik zou kunnen zeggen, luister je soms wel eens echt naar mij? Jij zou zeggen, neemt je mond je niet ook bij het oor? Ik zou kunnen zeggen, lijfgeld en weld rijmen op elkaar. Jij zou zeggen, het dichten is haar ellendeschel. Ik zou kunnen zeggen, jij bent mijn lust- en tijdmetafoor. Jij zou zeggen, zelfs klokken zijn maar blote voeten. Ik zou kunnen zeggen, het brood, maar het brood is oud. Jij zou zeggen, het laatste hemd heeft geen zakken. Ik zou kunnen zeggen, je herhaalt je voor mij in jou en mij. Jij zou zeggen, de dagen bundelen elke nacht. Ik zou kunnen zeggen, je hebt toch geen idee van mijn wandelaarzen. Jij zou zeggen, je zwaluwhart, je zwaluwhart. Ik zou kunnen zeggen, de vleugels hebben gewonde knieën. Jij zou zeggen, de hand spoort alle ijdelheden op. Ik zou kunnen zeggen, ik droom van niets anders dan van mij, jij. Jij zou zeggen, ook illusies kennen laatste wijden. Ik zou kunnen zeggen, waar zijn, hoezo, van waar, waarom. Jij zou zeggen, vergeet de antwoordvragen. Ik zou kunnen zeggen, leg me dit gedicht uit. Jij zou zeggen, 1 + 1 = 1 is niet gelijk aan 1. Ik zou plotseling
niets meer kunnen zeggen. Jij zou zeggen, wel nu, da capo. Ik zou kunnen zeggen, oké dan. Jij zou zeggen, zwijg en dans. Dans hier, de wandelere taal. En kus me. And the second poem is a very short poem, and it's dedicated to my father, who came to Germany as a guest worker, where I have been born, in a little village in the Black Forest in the southwest of Germany. And the first verse of this poem is a verse from Friedrich Hölderlin. Schwarz Milan. Mein Vater ist gewandert auf dem Gotthard nicht, und doch verlog er sich die Arbeitshände unterm fremden Schnee. Er sagte, es ist kalt, die Lügen kälter, und Jahre später verlor er auch die Sprache ans gemachte Eis der Migration. Einander schauend, nein, einander, er und seine Hände, und stumm poliert die Frage, wohin bleiben wir? Danach war tot, und dort wirst du ihn finden, hier. José gebruikt heel wat necologismes. Misschien jullie ook al opgevallen tijdens het vorige gedicht. En hier verwijst hij inderdaad, zoals hij net zelf zei, naar een gedicht van Hölderlin. En die vers heb ik ook gewoon laten staan in het Duits. Zwarte Wouw. Mein Vater ist gewandert auf dem Gotthard. Niet en toch verloog hij zijn werkhanden onder vreemde sneeuw. Hij zei, het is koud, de leugens kouder. En jaren later verloor hij ook de taal aan het kunstmatige ijs van migratie. Einander schouwend, geen en ander. Hij en zijn handen en doof gepolijst de vraag, waarheen blijven we? Daarna was er dood en daar zul je hem vinden, hier. Moeten we voortmaken? Ah, we mogen toch nog een gedicht. Zal ik dan mij beperken tot één gedicht? Ja, maar ik wil even pauze. Gaan jullie naar het toneel? The ones who want to stay. Ja, ik. Dat start. The ones who want to stay, please stay here. Dat hebben we te lang gemaakt. Maar misschien beginnen ze 5 minuten later, kunnen we er nog in. Hè? Ik wou het ook heel graag zien namelijk. Ik denk dat het een mooi stuk was. Maar dit zijn ook mooie gedichten, hoop ik. Of in elk geval, ik ben heel blij met de vertaling van José. Het eerste gedicht dat ik ga voorlezen, schreef ik tijdens mijn stadsdichterschap. 2 jaar geleden, toen vierden we, of werd de Tweede Wereldoorlog herdacht in Antwerpen, omdat we 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog leefden. En men had mij gevraagd of ik als stadsdichter een gedicht wilde schrijven over de Tweede Wereldoorlog. Ik vond dat een hele moeilijke vraag. Wat zou ik in godsnaam moeten zeggen over de Tweede Wereldoorlog? En de enige manier om daar op een eerlijke manier mee om te gaan, was om het gedicht heel persoonlijk te maken. En ik verwijs in het gedicht naar mijn Joodse vriendin. Mirage. Ik struinde met haar door de winkelstraat. Zag ons schimmig in een ruimte. Sorry, ik ga opnieuw beginnen.
Ik struinde met haar door de winkelstraat, zag ons schimmig in een ruit weerspiegeld. Met de haartjes op mijn armen veerden duizenden soldaten recht. In welke bochten wrong de geschiedenis zich niet? Uit hoeveel gesmoorde stemmen is onze stilte opgetrokken? Hoe diep donker geronnen onder ons de bloedrivier en bleek de mikado van botten? Opdat ik hier samen met haar, opdat zij niet van mij losgescheurd en op een trein gezet, opdat wij arm in arm in een winkelstraat domweg een plantje kunnen kopen voor ons nieuwe huis. Wij, schemerig in de etalage, zijn de mirage waar ooit mensen zelfs niets van durfden dromen. Straks vegeteren de laatste veteranen. Op Wikipedia is de oorlog netjes in hoofdstukken geclasseerd. Wij vergeten hoe wankel onze wandel is. Zelfs brede straten blijken toch nog slappe koorden. Ik speld een ster op haar borst. Wat zeg ik? Sterren, planeten. Konden we de vrijheid maar gevangen nemen. It's such a wonderful poem, and if you think of the moments we are living all together now in Europe, it's so present of what is happening, and for me it was a great pleasure to translate your poems, or to try to smuggle them into the German language, and always there were rhymes, for example, and I wanted to have the rhymes also in German language. And there, yeah, and the sound, and so I'm offering you this translation. Schatten bespiegelt. Ich schlenderte mit ihr durch die Einkaufspassage und sah unsere Schatten im Schaufensterglas. Mir stellten sich plötzlich sämtliche Haare wie tausend Soldaten in fast jedem Winkel. Erspäht uns Geschichte, wie viel Verstummte erschaffen die Stille. Zu düster der Fluss aus geronnenem Blut, ein Leichenmikado aus Knochen, als dass ich mit ihr gemeinsam, als dass sie mir nicht entrissen, in einen Güterwaggon gezerrt, als dass wir Arm in Arm einfach so eine Pflanze für unseres neues Zuhause kaufen konnten. Wir, ein Leib, ein Schatten, ein Bild an Waren und Preisschild, von denen andere nicht einmal zu träumen gewagt. Und die Überlebten sind auch bald Erzählung. Auf Wikipedia wird selbst der Krieg geordnet verwahrt. Wir vergessen, wie brüchig die Zeiten unser Zutun begleiten. Auch breite Straßen sind nicht wirklich ein Halt. Ich würde ihr einen Stern an die Brust, zwar sage ich, Sterne, ganze Planeten, wäre die Freiheit, damit zu greifen. So, und dann noch ein kurzes Liebesgedicht. Wij hier, nu, ja. En ach, misschien zullen er ooit bergen reizen, valleien splijten tussen ons in. Zullen wij met rookpluimen moeten seinen? Weet je nog daar toen wij toch? Maar zolang we niet vergeten dat er een moment was in ons leven waarop we dachten, dit en voor eeuwig, dit heden is een Eden, vinden wij ons wel weer in elkaar. En zal ik denken aan wat je ooit onbewaakt tegen mij zei. Je had het in oude psalmen gelezen. Aan u gebonden ben ik vrij. What a wonderful love poem. Wir hier nun denn und ja, selbst dort, wo Berge sich erheben, und Täler uns entzweien, werden wir uns Rauchzeichen geben. Weißt du noch,
dort damals wir doch. Wenn uns bewusst, dass da der eine Augenblick, der unser Leben war, an dem wir glaubten, dass alles ewig sei und dies das Paradies, sind wir uns einander eins, erahne ich, was du ganz unbedarft, wie in den Psalmen meintest, in euch geborgen bin ich frei. Dankeschön. Ja. Ja, you're the boss. You decide. Ik denk, we moeten We hebben nog eigenlijk één gedicht in petto. Iets wat we samen hebben gemaakt. Crazy poem. En we hebben ons eigenlijk een beetje geïnspireerd op het eerste gedicht, Pas de Deux. En we hebben dat gedicht in dialoogvorm geschreven. Dus ik ben begonnen met een versregel en José heeft daarop geantwoord met een eigen vers. En op die manier is het gedicht ontstaan. Het staat op pagina. It's not the one. José hat auch noch ein Widmungsgedicht im Mond geschrieben. Ja. Aber jetzt lesen Sie das, was Sie zusammenfassen. So, how do we read it? Perhaps both versions. So, first we will read the original one. It's bilingual, and then we read the translation, so you will hear every verse in every language. Yeah? That's fine for you? Uh-huh. Ik zou kunnen zeggen, moeders zijn herbergen. Ich könnte fragen, wie viel wiegen ihre ersten Worte, die im Lautvermächtnis Kosmos sind auf Erden? Ik zou zeggen, woorden zonder zwaartekracht wegen niet, maar zijn een vrije val. Ich nehme ihn bei der Hand und lasse ihn mein Vallei sehen. Ich könnte sagen, im Wort erkundet sich talaufwärts die Weite wie Komplizenhände und hinter jedem Berg ist jedem Fluss die Meerin eingemündet. Das Wort vertakt sich tot ein Delta, mond nooit helemaal in de ander uit. Spreken ist slippen, er ist altijd Sediment. Kontinente, die entdecken, ausgelegt wie Hände, die gereicht, sich weiterfühlen von Zeit zu Zeit im Erdenmut, ist Mutter, in der die Uhren ruhen, Nomaden zärtlich. Handen, Landen, Mutter, Huder, Mut, zwerven. Und dann nu de Vertaling. Ich könnte sagen, Mütter sind uns Ort. Ik zou kunnen vragen hoeveel wegen haar eerste woorden. Het testament van haar stem klinkt als de kosmos op aarde. Ik zou zeggen, in jedem Wort is Schwerkraft schwereloos. Sie is im freien Fall. Ik neem deshalb deine hand en führe dich in meine Täler. Ik zou kunnen zeggen, in het woord verkent zich dal opwaarts de wijte als handlangershanden. En achter elke berg is elke rivier. De Seen gemond. Das Wort verströmt sich in ein Delta und ist doch niemals und ins andere. So schlammt ein Sprechen, lagert ich ab an mij. Kontinente, die ontdekken, uitgestald als handen, die aangereikt verder voelen. Van tijd tot tijd de aarde, van moed in moed er, waarin de uren rusten, nomaden teder. Hände? Länder, Mütter, Hütter, Innen, Mut und Erben. Ja, von Harte bedankt. En voor het luisteren.
yeah, there would be so much to tell about this project, about this issue. We will be around. You can talk to us. Benede, the two poets will be around and will be reading at 7 p.m. So you can talk to them as well. We would like to see you again sometime in Germany, in Flanders, or somewhere in the Netherlands. And thank you very much for listening to us. Ja, bedankt. Bedankt voor deze presentatie. Moot zei het al, de trimaran is ook te koop beneden bij de boekenstand. Ik weet niet of er nog de mogelijkheid is om binnen te sluipen bij het... Ja, nee? Niet. Oké, maar dat was het wel waard om nog even naar de gedichten ook van Moot te luisteren. Veel dank voor deze mooie rendities. Dus tot later.